Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van On Stage. Ik zit hier in het Chassé Theater met de mannen van Quizm, Peter en Erik. Hoi, goedemorgen. Welkom. Quizm, wat houdt het nou precies in? Er zijn twee dingen. We doen een muziekquiz. Die doen we nu bijna 10 jaar. Dus dit jaar doen we het, hebben we 10 jaar bestaan. Ja. Dat zijn we begonnen in Mes Café. Eerste twee keertjes in het café, daarna meteen de grote zaal. En daarnaast doen we ook algemene quizzen. En 13 mei dan gaan jullie met de MES op toe, want de MES die is aan het verbouwen. Ja, klopt. Ja. En dan staan jullie... Podiumloos, mogen we meedoen. Ja. Ja. Dus we zijn ook heel benieuwd, het is een leuke locatie. Ja, dus, ook een grote ruimte daar. Ja, zeker. Ja. Spannend. Ja. Ja. Hoe is Quizm nou precies begonnen? Hoe begonnen jullie daaraan? Dat begon, zoals de meeste goede ideeën, met een goed glas bier op een terras. Met de toenmalige directeur van MES zat ik in gesprek en ik zei, ik was al... vrijwilliger en zei, joh, ik zou wel eens een keer een muziekquiz willen maken en presenteren. Ja. Kwam zomaar out of the blue. En zo, nou, voor ik het wist, stond het in de agenda. Ja. Toen kwam ik gelukkig Sebas Smits tegen. En met Sebas, die zei toen meteen ook, ja, tof, ik ga graag met je meedoen. En zo is het ontstaan. Dus ik ben samen met Sebas destijds begonnen. Mm-hmm. En wat ik al zei, eerst twee keer in het café en meteen al in de grote zaal van MES. En waar halen jullie zelf je inspiratie vandaan voor de quiz? Behalve natuurlijk gewoon uit jezelf en je eigen muziekkennis. Ja, ik denk dat sowieso dat, ook met Sebastian nog bij, dat we met z'n drieën ontzettend veel humor uit muziek halen. Ja. Dus echt, het gaat bij ons alle kanten op. En we doen veel ideeën op zelf. We kijken ook vaak buiten ons blikveld om te kijken of we ergens iets kunnen vinden waar we iets leuks mee kunnen doen. We maken ook wel eens bandnamen van icoontjes op je telefoon. Je blijft inspiratie, blijft gewoon... En wat we bijvoorbeeld doen, pakken een songtekst die we dan van het Engels in het Nederlands vertalen. Ja. En die dragen we dan voor, à la Jan Veen. Wat mooi is, je leest het dan op en dan weet je soms dan echt Engelse tekst vertalen naar het Nederlands. Dan lees je dat op en denk je, waar gaat dit over? En dan zie je mensen die al kijken, die gaan het vertalen in het Engels. Maar omdat Google Translate dat heel slecht doet over het algemeen, kunnen ze dat ook niet echt vatten. En op het laatst dan komt het couplet en dan zie je iedereen echt zo van, is het zo makkelijk? Ja, geef je hem niet weg, maar het gaat juist om het effect. Dat doen altijd teams mee natuurlijk, aan jullie quizzen. Zonder teams geen quiz. Hebben die teams ook altijd namen? Ja. Die maken altijd namen. Kunnen jullie je nog een naam herinneren van een team waarvan jullie dachten... Die gaan we niet noemen. Ik vond in Berg op Zoom deed er een team mee op een gegeven moment. Die heette Jezus Christus. Dat vond ik eigenlijk Jezus Christus, ja. Dat vind ik misschien wel een van degenen die nou even te binnen schiet. Maar ja, en je herkent ook de teams aan de namen af en toe. Dus, Daarmee dank ik jullie heel hartelijk voor dit interview. Graag gedaan. Peter, dankjewel. Erik, dankjewel. Hartstikke bedankt. Mannen van Quizm, ik zou zeggen tot de volgende quiz. Tot de volgende quiz. Tot de volgende. Dan schakelen we nu over naar Rinse en die staat in Poppodium Phoenix. We staan ondertussen op het podium bij de band Fort 99 en dan ben ik even benieuwd, welk nummer gaan jullie als eerste voor ons doen? Wij gaan beginnen met Little Johnny. Zijn jullie er klaar voor? Wij zijn er klaar voor. Succes. Yes, dankjewel. Grab that axe and
zijn vanavond bij Poppodium Phoenix en vanavond is er een ska- en reggae-avond met Papa Jacour en de Koala's. Nou, we staan hier nu met een van de bands van vanavond. Zouden jullie je even kop voor kunnen stellen? Hallo, ik ben Koen. Ik ben Daan. Ik ben ook Daan. En ik ben ook Daan. Samen zijn jullie... De Koala's. Nou, zou je misschien kunnen uitleggen hoe jullie band een beetje is ontstaan? Wij waren eerst met z'n tweetjes en jij speelde al met Daan in een ander bandje. Wij speelden allebei een half jaar gitaar. Toen dachten we, weet je wat vet is, in een band spelen. Dus toen hadden we de Koala's bedacht. En toen hebben we Isha en Daan, onze oude drummer Isha, gevonden. Daar hebben we 4 jaar mee gespeeld en toen sinds een jaar hebben we nu onze nieuwe drummer. Deze Moan. Ja. En hoe kunnen we een optreden van jullie nou een beetje omschrijven? Wat gaan we zien? Wat is de sfeer? Een beetje reggae-achtig, een beetje spacey, een beetje dub-achtig. Ja, het is, van indie pop. Van alles wat eigenlijk. Een beetje spacey dansen, een beetje ja, van alles wat. Cocktail. Oké, nou dankjewel. Veel succes vanavond. Dankjewel. We staan hier bij de volgende band die vanavond gaat optreden. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Hendrik Atmerubun. Emiel van Dongen. Matthijs van Bremen. Jack Kroeze. Bas Kooijkers. En samen zijn jullie... Pappertje Koel. Nou, we zijn eigenlijk gewoon een groep vrienden die het leuk vinden om dansbare muziek te maken. En zo is het eigenlijk ontstaan. Doen jullie dat al lang? Een jaartje of 4 nou. Ja. En hoe kunnen we nou een optreden van jullie een beetje omschrijven? Hoe gaat het vanavond worden als jullie gaan optreden? Energiek. Dansbaar en gewoon good vibes only. Ja. Ja, sowieso. Nou, dat was het. Het was een gezellige en geslaagde avond. En we gaan nu terug overschakelen naar Rinsum. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van On Stage. Vandaag zijn de mannen van Fort 99 bij ons. Welkom mannen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Om gelijk even te beginnen. Waar komt de naam vandaan? De naam die... vroeger hadden wij een vriendengroep. Er zat een jongen bij, een goede vriend van ons. Die had een kast van een huis en die had dus ook een kelder. En dat was een beetje ons hok waar wij dus onze puberteit hebben doorgebracht. Dus van alles, feestjes voornamelijk gegeven. En dat was nummer 99. Dus wij hadden zoiets van, ja, een kast van een huis, een fort, nummer 99. Nou, en wij begonnen toen de band. Ja, toen hadden wij met de band nou Fort 99. En daar hebben wij toevallig ook ons eerste optreden ever in de formatie waar we nu zijn gegeven. Wat was jullie eerste optreden? Weet je er nog? Ja, dat was dus in dat keldertje. We hadden net genoeg ruimte om alle instrumenten op te zetten. We zaten nog net niet bij elkaar in de nek, maar ja, het was erg tof. We kenden 5 nummers met elkaar en we hebben vooral heel erg gelachen. Ja, en jullie treden dus op verschillende soorten festivals op. Festivalletjes op, sorry. Wat voor soort festivals zijn dat dan? Heel uiteenlopend. De ene keer staan er alleen maar metal bands, de andere keer is het zo gemêleerd dat je eigenlijk niet weet waar de organisatie in eerste instantie naar heeft gezocht. Uiteindelijk komen wij daar gewoon om muziek te maken en ons te laten zien. En hopelijk vinden mensen dat leuk. Wat zouden jullie nou nog graag willen als het gaat om ambitie? Qua ambitie, ik denk het het opnemen van een volledig album lijkt me wel heel leuk om te doen. En wat er daarna uitkomt, dat zien we dan wel. Maar ik denk om mee te beginnen, tussen haakjes,
lijkt het me heel tof om lekker veel uurtjes in de studio door te brengen. En zo dus gewoon een album in elkaar kunnen flansen. En dan gewoon lekker promoten en lekker optreden. Ja. Zijn er al plannen voor? Plannen genoeg, alleen geld niet. Ja, misschien willen jullie even een oproepje doen om te kijken of mensen in jullie willen investeren. En na deze uitzending zal dat ongetwijfeld wel zijn. Nou, bij deze Giro 678 met je help Jeroen aan een miljoen. Hè? En dat zoeken we vanzelf wel uit. Ik bedoel, wat je zei, we zijn nu sowieso nog even bezig met de infrastructuur binnen de band. En sowieso binnenkort maar weer eens even wat optredens gaan regelen, want we hebben op nu moment niet heel veel staan. Dus dat is voor nu even de prioriteit en we zien later wel hoe ver we kunnen schoppen. Ja. Hey mannen, mag ik jullie heel erg bedanken voor de komst naar de studio. En dan schakelen wij nu over naar de Popdokter. In deze aflevering gaan we het hebben over ska en reggae bands. Reggae is ontstaan uit de ska en de rocksteady. De eerste eigen Jamaicaanse muziek is ska. Een van de bekende ska-vertolkers zijn de Skatalites. Toen de ska iets langzamer werd, sprak men van rocksteady. Zowel ska als rocksteady zijn vaak gebaseerd op soul- en rhythm- en bluesnummers die met een andere ritmische basis gespeeld worden. One Drop en Skank. Een van de eerste reggae-vertolkers was Desmond Dekker met zijn hit Israelites uit 1968. In 1978 had hij een optreden bij de BBC. Verder geen onbekende was natuurlijk Bob Marley met zijn hit No Woman No Cry. Uit Engeland kwam ook ska en reggae-muziek met bands zoals The Specials met Ghost Town, The Beat met Can't Get Used to Losing You, The Police met Roxanne, UB40 met Food for Thought en natuurlijk Madness. Nederlands bekendste band in het genre is natuurlijk Doe Maar met onder andere... Tot de volgende keer! Beste kijkers, dit was dan alweer voor vandaag Onstage. Heb jij nou ook een muzikaal talent, net als deze vier mannen? Stuur even een mailtje naar het onderstaande e-mailadres en misschien dat we jou in de volgende uitzending wel terugzien. Voor nu bedankt voor het kijken en we gaan er nog één keer uit met Fort 99. En ik wil heel graag weten welk nummer gaan jullie doen als afsluiter voor ons. Wij gaan eindigen met Desire. Zijn we er klaar voor? Wij zijn er klaar voor. Succes! Yes! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Breda Nu. Je weet het meteen.